Later in deze video, wat jullie tot nu toe gezien hebben aan drukte, is opwarmetje geweest voor wat nu gaat komen. Welkom bij een nieuwe video van Dutch Dashcam Driver Hotspot Action. Vandaag gaan we met de brommer Amsterdam in. Ik denk dat die ene meid al een paar dagen hier is en dat ze een aanvaring heeft gehad met een fiets of een brommer, want ze kijkt 8 keer op en neer. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, ik denk dat ze wel wat ervaring heeft hier in Amsterdam met fietspaden en oversteken. Mocht je dit zien, ren voor je leven, want huurfietsen met toeristen erop is levensgevaarlijk. Ze weten de weg niet, ze weten niet waar ze vandaan komen, ze weten niet waar ze heen willen, ze kennen de regels niet, ze kennen de mentaliteit niet. Levensgevaarlijk. Ik werd net van de rijbaan het fietspad opgestuurd. En nu kom ik een bordje dat ik hier op dit stukje fietspad niet mag rijden. Ik snap er niks meer van. Maar ja, je moet er ergens weer af. Maar met deze hoge stoeprand wacht ik nog even. Dan doen we het bij het stoplicht wel, maar ja, dan moet ik wel door het rood heen rijden. Of voor de fietsers door het rood, of bij de auto's door het rood. Maar ik zal door het rood heen moeten om het fietspad af te komen. En dat liever bij dit kleine kruisingje, een T-splitsing, dan achter het centraal station bij de grote weg. We rijden hier langzaam richting het Red Light District. En hier begint het drukker te worden. Oké, rijbaan is vrij. Oh, wacht even, er komen fietsers aan. Lopen mensen over het fietspad, die steken open. Ja, het is eventjes op en neer blijven kijken. Wat die jonge dame van net ook dus had. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Nou, welkom op de Gelderskade. Die loopt links door tot aan de Nieuwmarkt met de Waag. Daar komen we later nog een keer langs. We gaan nu het Red Light District op. Dit is de Zeedijk die hier kruist, maar wij gaan rechtdoor. Ja, inderdaad, de beruchte, bekende Zeedijk. Nou, dit is dus de Waddengracht, de ouderzijdse achterburgwal. Een hoop gezellige kroegjes, hier in de steeg is allemaal eettentjes. Nou, we gaan hier naar rechts. Oh, jawel, kan wel, makkelijk. Links en rechts een centimeter over heb, is dat meer dan genoeg. Pas op, glas. Nou, let op, hè. Ik reageer al voordat zij er is. Luister naar mijn koppeling. Ik trek de koppeling in, geef een beetje gas. Ik wist dat het ging gebeuren. Ik zag het aankomen. Ervaring heet dat. Nee meneer, niet slaan, niet slaan, niet slaan. Meneer is een oude bokser, Amsterdamse bokser. Oh, wat klinkt mijn brommen lekker. Boom, 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 boom. Nou, weer lekker druk op de straat. Nou, tot zover een beetje de wallen in deze video. Dat komt in de volgende video's nog wel weer een keer. Hierna gaan we naar de Prinsengracht. Wow, 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 er gebeurt niks van mensen. Ik kijk heel goed uit. Meestal. Ja, vaak. Soms. Af en toe. Ah ja, je begrijpt het wel. Nou, tot zover. Dat was het Red Light District. We zijn nu op de Prinsengracht. We zijn aan de oostkant begonnen. En we rijden door tot helemaal tot naar de westkant. Oei, zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Die zit verstoppertje te spelen. En op het moment dat ze denkt dat ze gevonden wordt, begint ze te rennen. Hetzelfde geld rij jij daar net. Met alle gevolgen van dien. De drukte die je hier ziet, dat is gewoon een gemiddelde dag. Door de week. Maakt niet uit welk jaar, tijd van het jaar, geen winter. Maar in de zomermaanden, lente, najaar, dit is een gemiddelde drukte. Maar zagen jullie de fietser ook? Komt tram aan. Mooie tijd om over te steken. Na lang wachten, veel geduld te hebben gehad, komt er een moment dat je zegt, en nu ga ik. Doei. Oh jee. Oh
komt ook nog een tram aan van even links. En even opletten dat er niks vanaf de achterkant van de tram aan komt, zoals toeristen. Maar even omheen rijden, hè. Ik laat de stukjes gracht even achter ons steeds. Ik ga even naar de brug en dan kan daar kruisingen. Nou, let op die taxi. Die stuurt later in, jongen. En waarom denk je? Hij is met twee handen bezig de klant iets uit te leggen. Wat jullie tot nu toe gezien hebben aan toeristen, aan drukte, is een opwarmetje geweest voor wat nu gaat komen. We rijden hier bij de Westerkerk, bij de Westertoren, met hierachter het Anne Frankhuis. Het Anne Frankhuis is het altijd gekke werk. Hier begint het al. Een en al toeristen. Gelukkig lopen ze allemaal een beetje op de stoep. Hier en daar een uitzondering. Maar het kan nog erger. En ik heb ook beelden ervan. Ik moet alleen even zoeken. Komt in een andere video. Maar kijk hoeveel. Het houdt niet op. Het houdt echt niet op. Overal waar je kijkt. Mensen. Toeristen. Die allemaal bezig zijn met zelf uit te vloeken waar ze heen moeten. En nog een fietstaxi, mijn oude werk. Hé, daar heb je die meid ook weer. Die rijdt al sinds het begin van de kerk, bij de kerk voor, bij mij, voor mij. En dan gaan we alweer richting het laatste stukje van de video. Ik zou zeggen, geniet nog even van de laatste beelden. Als de video beviel, klik even op de like. Abonneren mag ook altijd. Op elke reactie wordt gereageerd. En dan zou ik zeggen, bedankt, tot ziens en appetit.